Verdomme nog goed toe. Gaat nou al mis? Nou, was net een gevaarlijke situatie. Dat riep de Hatenboer ook naar Skomina. Misschien een klein stukje kaas uit het vuistje. Lekker, hè? Ja, penalty. Hij schrijft een penalty te nemen. Oké. Kijken. Nee. Ga je niet kijken dan? Nee, ik ben even bezig. Ja, maar dit is zo godvergevens belangrijk, kind. Lekker toch? Goh, je kijkt helemaal niet. Hè. Het is dat, nou, het is er geen reet van. Je kijkt er nou niet te mopperen? Je kijkt er niet naar. Je kunt me toch niet dwingen? Nee, maar... Zou jij straks daar een paar stukjes kaas aan willen snijden? Waarom? Kun je zelf ook? Ja, ja. In de pauze kun je dat toch zelf doen? Ja, maar ik moet je luisteren, lieve schat. Zometeen komen die jongens, die gaan erover praten eventjes. Ja, maar dan dus kun je toch luisteren? Nou, dat vind ik allemaal niks, hoor. Dat vind ik niks. Gewoon als iemand het vraagt, die heeft een stukjes kaas. Het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we daar niet over. Dan doe ik het zelf. Je kijkt niet op of om. Je zit alleen maar op je zin te kijken. Wat wil je nou? Wat wil je nou? Je wilt toch voetballen kijken? Nee, goed, maar ik ben er wel, ik heb er wel tech in zitten. Dat weet je toch allemaal. Wat zeg je? Dat weet je toch ook wel. Wat flauwekul, je moet het niet zo ernstig nemen. Je moet het even een beetje luchtig nemen. Zeg jij dat? Is de eerste helft al afgelopen? Wat zeg je? Is de eerste helft al afgelopen? Ik versta er geen moer van. Waar is het bestek ook weer te vinden? Het bestek? Ik zal het echt niet weten, hoor. Godverdomme nog wat. Daar, ja. Daar? Bovenla of zo, hè? Ook niet? Ja. Godverdomme. Een leren keuken, zeg. Kijk eens, bietensjeun. Nee, dank je. Ook niet? Nee, dat zei ik toch. We zullen een stukje kaas nemen. Ja, jij hebt er zin in. Dat doen we lekker. Nee, dat vind ik een beetje raar. Snij ik het ook voor jou of en dan zeg je nou, ik heb nou geen zin? Nee, ik heb echt geen zin. Dat vind ik merkwaardig allemaal. Ik zei toch dat je een oude brompot bent? Kijk, even kijken nou. Wat is er gebeurd? Kijk, 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 kijk. Ze gaan verliezen. Kijk, kijk. Daar komt hij. Ja, hij staat buitenspel. Dat is een moeilijk begrip voor jou. Dat is... Hij staat buitenspel. Oké. Okay. Imbecielen zijn het allemaal. Ja, ik heb daar mijn mening over, hoor. Nee. Even ander onderwerp. Nou ja, ander onderwerp. Wat scheelt er aan? Ik weet wat je wil gaan zeggen. Nee, je weet het niet. Vertel het dan. Zeg maar. Nee, dat laat ik me niet, dat laat ik me niet zeggen. Ik ga daar zitten. Nee, dat... niks te vinden. Niet zeggen tegen mij een ander onderwerp. Dat vind ik totaal gelul. Dat slaat toch nergens op? Nee hoor. Dat wil ik je nog wel eens even vragen. Ik heb dit herfststukje voor je meegenomen. Maar jij hebt helemaal niks meegenomen, hè? Nee. Ja, alleen jezelf heb je meegenomen. Precies. Helemaal niks. Moest dat dan? Wat ik nou meegemaakt heb met jou. Helemaal niks. Nou, ik vind het echt een blamage, hoor. Vind je dat? Ja, ik vind krenterigheid. Ik ben nu blij dat ik het niet gedaan heb. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, zeg. Hoe durf je eigenlijk zo te verschijnen? Ga je lullig doen? Nee, maar zo is het wel. Om tegen mij te zeggen, ander onderwerp. Wat krijgen we nou allemaal? Wat heb jij nou te vertellen? Kom even zitten. Ga maar zitten. Ja. Kom maar. Zo hoort het, hè? Ik wil nog wel even wat aan je kwijt, als je het goed vindt. Oh, kijk eens. Ja? Als het maar positief is.
Ik ben blij dat de tijd om is. Ja. Want ik vind jou een geweldige, botte kerel. Ja, ja, je mag nog eventjes die woorden gebruiken. Dat, jij. Dat stukje van jou mag je lekker in je reet. Nee, ja, mijn reet zeker. Wat, wat een opmerking dus als vrouw, zeg. Hey. Dag. Ja, daar laat je me even voor zitten. Veel geluk, hè? Ja. Ja. Naar de mazzel. De mazzel in Brogen. De liefde is vrij.